Het thema Reimagining ICT werd gisteren op de tweede dag van de Kanto-conferentie op Curaçao verder uitgediept. De sessie werd voorgezeten door Gatim Kebara van UTS en concentreerde zich op de huidige stand van ICT in het Caribisch gebied. Ook de toekomst van de ICT kwam aan bod met de nadruk op slimme steden en slimme naties. Een van de hoogtepunten van de ochtendsessie was de presentatie van Franklin Sluis, CEO van het bureau Telecommunicatie en Post. Sluis sprak over transformering van Curaçao naar een slimme natie, de Road to Success. Hij bekeek ICT-connectiviteit als een drijfveer voor het veranderen van de economische infrastructuur en dus een katalysator voor de economische groei. Hij zegt dat het invoeren van een efficiënter ICT-beleid de oprichting van een slimme natie zal vergemakkelijken. De kern van dit beleid is de manier waarop we onze ICT-infrastructuur beheren en erin gaan en investeren.